Hallo iedereen en welkom bij weer een nieuwe video op mijn YouTube-kanaal. Ik ben vandaag bij de modeshow van Nuyes in Beersen. En we gaan zelfs beginnen. Het thema is Great Gatsby, of hoe zeg je dat? En dit is mijn outfit. En hier is Celine. Hey girl! Hey! So chic! Oké, de pauze is voorbij. En nu doen we outfit 1 aan van een nieuwe... Hoe zeg je dat? Van een nieuwe deel, het tweede deel. Deel 2. En dit is mijn outfit met deze bordjes. Ja, zijn deze bordjes wel oké? Okay? Nee, hè? Nee. Ja, oké. Okay. Ik ga andere bordjes aan. Oké, het zijn andere bordjes geworden. Deze. Maar het is moeilijk zo te filmen. Maar deze bordjes zijn het geworden. Ik moet nu op het podium gaan zitten met Celine. En wij gaan filmen. En dan moeten wij zelf teruglopen. Ik loop nu 3 keer met Celine, 1 keer Celine van Uitsel en 1 keer met Charlotte. En het zit er weer op. Amai. Het was goed geweest, het was echt tof. Nu gaan we nog even naar voren denk ik om foto's te maken. En then it's a wrap. And I'm home. Amai. Het was echt super super tof. Het was echt zo. Een toffe modeshow. Zo goed georganiseerd. Kijk, tof thema. Alles erop en eraan. Ik heb me ook echt geamuseerd. Het was echt leuk om te doen. En als ik zo'n modeshow loop, dan denk ik altijd, oh, ik doe dit echt graag. Het is echt fijn om te doen. En nu is het tijd om te gaan slapen. Eerst mijn schminker nog even wat vanaf doen. Dan ga ik slapen. Want morgen heb ik nog een drukke dag. Overmorgen nog. Het is echt een heel druk weekend. Maar oké, ik ga sowieso nog verder vloggen. Dus ik zie jullie sowieso zelfs in het volgende stuk. Slaap wel iedereen. Goedemorgen. En de stock sale is begonnen. Hey. Celine is hier aan het werk. Hard aan het werk. En hier zijn onze kledingrekjes. En dan hebben we daar nog wat thee en tasjes. Mike's about to blow though. Tell me something that I don't know. With the crowd bouncing like bogles. You can come on the tour bus, just please no photos. Yummy, koolrollade van papi. Honey, I'm home. Oh, mooi. Wauw. Dat is mijn nieuwe look. Vanaf nu ga ik zo door het leven. Oké, nee. Ik heb net het appartement helemaal gepoetst. Woehoe. Plus, ik heb nog gedaan. Afgewassen. Dat moest ook nog gebeuren. En een waterdrinkfontein besteld voor de katten. Plus, toen ik toch op de website was, heb ik ook een kleine kattenpaal. Ja, eigenlijk geen kattenpaal. Een kattenbed, maar dan zo iets hoger besteld. Omdat Nathalie van den Berg, als jullie haar vlogs kijken, zij heeft zo'n grote kattenkrabpaal, maar dat past hier niet, daar is geen plaats voor. En met zo mooi van dat riet en zo. En die heeft ook de kleine versie op haar slaapkamer staan. En ik heb die kleine versie besteld, want dat past hier wel. Dus dat is wat ik nog heb gedaan. Dus very productive. En nu ging ik naar Netflix kijken. Ik ben The Good Place aan het kijken. En Celine had mij ook nog iets anders aangeraden. Op aanraden van haar papa, denk ik. En dat was Unbelievable. Waar gebeurd zou dat zijn? Dus dat wil ik ook kijken. Dus nu weet ik niet wat ik ga kijken. Maar ik denk eerst dat ik nog een aflevering van The Good Place ga kijken. En terwijl ga ik monteren. Want ik heb nog 3 vlogs om te... 3 video's om te monteren.
Ik wil die gedaan hebben zodat ik deze week niks moet monteren. Want het wordt best nog wel een drukke week. Dus dat is de plan. Cause we be going off on the off nights. Cause I've been on every single song I put my pin on. No, they don't know. Or maybe they starting to. Cause I work so hard that it's hard to lose. Top spot, I'm taking that face to face. Got a bottle in my hand, I'm facing that. Cause if winning is a habit, then I've been an addict. Every night is cinematic when you roll with us. And we won't live forever, but I will remember when I met you. When I met you in the summer. And I came. My face. Ik was bijna slaapgevallen op de zetel. Maar ik was de nieuwe serie Unbelievable aan het kijken. Ik heb al 4 afleveringen gekeken. Het is wel echt goed. Het mocht wel zo nog iets spannender zijn. Maar het is wel goed. Het is ook echt gebeurd, denk ik. Dus ja. Maar ik ga slapen. Hopelijk vonden jullie de vlog leuk. Dus zeker thumbs up. Laat ook een leuke comment na.